guys, welkom op mijn channel of welkom terug. Ik heb vandaag een hele andere soort video voor jullie. Er is mij heel vaak gevraagd of ik een Get Ready With Me wil doen. En ik heb het echt geprobeerd te filmen. Maar als ik mij opmaak, heb ik echt concentratie nodig. Dus ik heb het echt geprobeerd, dat hele opmaken en kletsen, maar het lukte me niet. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik heb iets nodig waarbij ik kan kletsen, maar ook de handeling kan doen, zeg maar. Met make-up moet ik gewoon te veel nadenken. Ik denk, hey, ik heb het nog niet op YouTube gezien. Het kan dat het er al is, dat het er al is. Maar ik dacht, laat me gewoon een wash your brushes of wash brushes with me video's gaan doen. Kan ik gewoon lekker mijn kwasten wassen, want daar krijg ik ook heel vaak vragen over van, hey, hoe doe je dat en hoe zit dat? Kan ik dat gelijk even uitleggen en gelijk jullie even bijpraten over van alles en nog wat. Ik heb vandaag geen make-up op. En ik zit lekker in mijn onesie. Ik mag geen make-up op ten eerste, omdat ik een gezichtsbehandeling heb gehad. En ik wil mijn huid lekker met rust laten. Dus excuse me dat ik er nu even zo uitzie. En ik zit gewoon lekker in mijn onesie. Want ja, waarom ga ik me even mooi aankleden voor een video waar ik mijn kwasten ga aanwassen? Zo zou ik er thuis ook gewoon... Ik ben thuis. Zo zou ik er ook gewoon uitzien als ik mijn kwasten ga wassen. Niks speciaals, dus... dit is gewoon mijn look vandaag. ja, we gaan beginnen. Ik ga jullie uitleggen wat ik allemaal gebruik. We gaan gewoon kletsen. Ik heb zoveel kwasten te wassen. Het is maar één klein deel van wat ik moet wassen vandaag. Dus we gaan ze wassen. We gaan beginnen. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Het is iets nieuws wat ik ga proberen. Dus ja, enjoy. Mijn moeder gaat me vermoorden. Ze gaat zeggen, waarom heb je gefilmd? In de badkamer, het ziet er niet uit. We zijn net verhuisd. En we moeten alles nog een klein beetje vormgeven of dat indelen. Ik heb mijn benzine. En als je niet weet wat benzine is, you must be new. Dit is mijn benzine. We gaan gewoon lekker aan de slag. Wat ik altijd gebruik is de... Hij is wel viezig. De Beauty Blender Solid Pro. Het is een hele grote zeep. En je kan hier beauty blenders, maar ook kwasten mee schoonmaken. Mensen schrikken vaak van de prijs. Hij is 50 euro, maar ik heb deze letterlijk al een half jaar of langer zelfs. En er is misschien een derde net eruit. Dus het is zeker de prijs waard. Dit is waar ik mijn kwasten mee schoonmaak zo. Eén keer in de week. Hoort één keer in de week. Ik red het zelf ook niet altijd, want ik heb super veel kwasten. Maar dit is wel wat ik doe. En ik doe het gewoon met warm water. Ik doe de kraan aan. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Ik weet niet hoe het zit met de microfoon. En wat ik daarbij gebruik is de Sigma... Wat is het eigenlijk? Ja, jullie kennen deze wel. Het is gewoon zo'n matje waarmee je kan schoonmaken. En eigenlijk moet het water niet al te hard staan, want anders verbruik je wel heel veel water. Dus ik dip het zo erin. En dan pak ik mijn matje. En ja, hij heeft een soort van manier om vast te pakken, maar het is niet te veel gedoe. En dan ga ik gewoon zo schoonmaken, totdat ik zie dat het schoon is. Zo is eigenlijk hoe ik mijn kwasten was. Dit doe ik één keer in de week. En om door de week schoon te maken, als je van de Snap fan bent, heb je wel gezien dat ik standaard de MAC brush cleanser gebruik. En die is echt super fijn. Dus dat is wat ik gebruik. Dus ik maak hem schoon en dan wring ik hem eigenlijk helemaal uit. En dan leg ik hem weer neer. Oeps. Oh. Leg ik hem neer en dan ga ik verder met het volgende. Ik ga dat ding toch omdoen zoals die hoort. Hoe moet die ook alweer? Kijk, zie je, er komt helemaal shit vanaf. Ik ben bijna klaar met school. En ik kan echt niet wachten. Want ik ben school absoluut zat. Het is gewoon niks voor mij. Serieus, het voelt gewoon alsof school mijn creativiteit gewoon kilt. Ik heb echt een periode gehad dat ik me zo ongeïnspireerd voelde. En ik had daarna vakantie. En ik voel me wel, ik weet niet, ik vind de verplichting van school en het hele leersysteem vind ik zelf niet prettig. Dus ik kan niet wachten tot ik klaar ben. Ik ga dadelijk stage lopen. En dan heb ik ook iets meer tijd voor YouTube video's. Dus dan wil ik iets meer YouTube video's gaan maken. Oké. Okay. Wil ik iets meer YouTube video's gaan maken. En ja, dat is toch wel echt een doel voor 2018. Even deze weg zetten. Echt een doel voor 2018 om, om mijn YouTube kanaal echt te laten groeien in dit jaar. Ik heb het al 2 jaar volgens mij in mijn kanaal. En ik doe het echt met liefde. Maar ik baal er altijd van dat ik niet zoveel content kan uitbrengen zoals ik dat zou willen.
Ik doe ook vaker daarom, ik ben heel actief op Snapchat. Dus als je me nog niet hebt toegevoegd, voeg me daar ook toe. Dus ik compenseer het een klein beetje, maar na 24 uur is Snapchat weg. En daardoor moet ik heel vaak dezelfde vragen opnieuw beantwoorden. Wat ik begrijp. Maar ik vind het ook leuk door YouTube dat het gewoon langer op internet staat. Dus dat is het plan voor 2018, meer YouTube. Dus vergeet vooral niet om je te abonneren als je nu kijkt. Ik kan niet geloven dat ik gewoon aan het filmen ben van mijn make-up. De hele tijd gewoon. Als je deel uitmaakt van de Snapfam. Mijn Snapchat, als ik zeg je eerlijk, is echt een van de leukste. Ik heb gewoon echt een superleuke groep Snapchatters op mijn Snapchat. Het is gewoon super gezellig. Iedereen is heel betrokken. Iedereen stelt ook gewoon leuke vragen. En ik weet niet. Het voelt echt wel, ondanks dat er best wel veel mensen zijn, voelt het toch wel alsof het een familietje is. En dat vind ik echt super leuk. Ik geniet ook oprecht van Snapchat, doe ik ook echt met liefde. Sommige mensen vragen mij, waar haal je in godsnaam de energie vandaan om dat allemaal te doen? Maar het is echt, ik geniet er gewoon oprecht van. Ook met, weet je, ik heb ook het gevoel dat het een beetje persoonlijker wordt. Voordat ik echt deed aan YouTube en aan Snapchat, hoorde ik altijd, oh, als ik je zag, dacht ik echt altijd dat je echt een bitch was. En ik hoor dat zo vaak, ik heb echt zo'n resting bitch face. En door de video's leren ze me ook wat beter kennen. En ik denk dat ik dat ook een heel leuk gedeelte vind aan video's maken. Mensen leren je echt veel beter kennen. En je kan ook heel veel vooroordelen wegnemen daarmee. Mensen houden er echt van om aannames te maken, te doen. Alleen door middel van uiterlijk. En dat vind ik jammer. Maar door middel van Snapchat merk ik in ieder geval dat het echt een heel stuk minder is geworden. Dus dat is wel echt heel leuk ook. Nieuwe make-up om uit te proberen. Er komt alweer zoveel nieuwe dingen uit. En dat is echt, een tijdje had ik echt zoiets van, ik voel me niet geïnspireerd door make-up. Merken komen echt alleen maar met onzin uit. Het slaat nergens op. De laatste Kylie Jenner en de Kim Kardashian. Ik was zo enthousiast voor de make-up lijn van Kim Kardashian. Toen het was aangekondigd. Volgens mij had ik dat toen ook op Snapchat gezet. Zei ik ook echt van, ik ga het kopen. En bij de eerste launch dacht ik echt van, oké, het was wel leuk en zo, maar het is niet echt mindblowing. Ik denk dat Kylie dat toch iets slimmer heeft gedaan toen in het begin. Maar de laatste tijd vond ik haar releases ook helemaal niks. Ik heb haar concealer wilde ik bestellen, maar die vond ik allemaal veel te oranje, of veel te roze ogen, sorry. Dus ik heb het maar niet gedaan. Alleen nu komt ze met de Blue Palette, Blue Honey volgens mij. En daar ben ik echt enthousiast over. Die wil ik sowieso gaan kopen. Hij ziet er heel goed uit. Alleen wat wel zo is, mensen vinden altijd wel een te zeiken omdat zij het is. Of omdat Kim Kardashian het is. Om iets te lullen. Maar eerlijk is eerlijk, deze palette is gewoon mooi. Anastasia Beverly Hills komt ook met een nieuwe make-up palette. En ik zag er ook heel veel klachten over dat mensen vonden dat het een beetje te veel leek op de Modern Renaissance palette. Maar Norvina, dat is de dochter van Anastasia Beverly Hills, heeft een Instagram post gemaakt en waarin ze een beetje uitlegt wat ze wilde bereiken met deze palette. Het is ook helemaal niet bedoeld als een hele nieuwe inventieve palette. Maar ze zei ook gewoon van, softe kleuren zijn zo gewild en zo populair en zo, weet je, dat ze gewoon een palette wilde hebben die dat eigenlijk een en al uitstraalde, waar je zeg maar wat hardere looks mee kan doen, maar ook wat zachtere. Ze noemde volgens mij ook de bridal palette, dus voor heel veel bruidjes, dan weet je al ongeveer wat voor kleur je moet denken. En zij deed haar gewoon denken aan haar moeder en Anastasia dus, omdat Anastasia vroeger alleen maar dat soort kleuren droeg. Dus ik vind eigenlijk, weet je, make-up is ook niet alleen producten eruit knallen en soms gaat het gewoon ook om de bedoeling wat erachter zit en dan leer je misschien de producten wat meer waarderen, dat heb ik in ieder geval. Dan leer je het ook gewoon van een andere hoek bekijken. Het is niet, ik merk echt dat sommige bedrijven pompen de laatste tijd echt alleen maar make-up uit. En het voelt echt alleen maar voor de sales. En ik vind het toch wel leuk als er een verhaal. Het hoeft niet altijd, dat kan niet altijd natuurlijk. En uiteindelijk gaat het alleen maar over geld. En om geld te verdienen. Maar het is toch wel leuk als er af en toe een verhaal achter zit. Dus ja. Ik heb ook nog een palette gekocht van Lime Crime. En die palette is al heel oud. Het zijn er twee. Maar het zijn echt must-haves. Ik zal hier ook wat foto's van plaatsen. Die moet ik ook nog gaan proberen. Ik heb zoveel dingen gekocht en ik heb het gewoon niet geprobeerd. Jouer is met een nieuwe foundation uitgekomen. Heb ik besteld. Moet ik nog uitproberen.
Ik heb foundation van The Ordinary en de primers, die moet ik ook nog uitproberen. Maar ik ben wel blij dat ik straks daar wel de tijd voor heb, zeg maar. Ik heb het gevoel dat de brands daar ook, zeg maar, meer de focus leggen op huid. En dat vind ik heel mooi. Ik denk dat steeds meer merken ook beseffen van, hey, bijvoorbeeld de Double Wear, de Estée Lauder, is heel lang echt een van de weinige goede matterende foundations geweest. En ik heb het gevoel dat merken nou een beetje meer hun best doen om, hey, oké, de hele vette huid heeft ook een mooie foundation nodig. Want eerst was het alleen maar dewy, dewy, dewy foundations. Vind ik allemaal wel heel mooi, maar ik kom daar niet meer weg. Ik lijk echt op een oliebol als ik dat doe. Ik ben wel blij dat er steeds meer wordt gelet op de matterende foundations. Ik hoop dat deze video niet te lang is. Ik hou zelf wel van lange video's. Als ik me opmaak en zo, dan ga ik dit soort video's zelf altijd kijken. Maar ik weet dat sommige mensen niet van al te lange video's houden. Dus als je zover bent gekomen nu in deze video, laat me even weten in de comments of je dit soort video's wel leuk vindt om lang te maken of niet. Want dan weet ik dat voor de volgende keer. Ik denk wel dat we hier een leuke serie van gaan maken. Wash brushes with me. Kijk. Weet je wanneer je blij bent? Pas wanneer je echt de merkt van, oké, weet je, ik ben blij dat ik het heb gedaan, kwasten wassen. Wanneer ze weer allemaal netjes schoon op je vanity staan of in een kwastenbakje. Dan denk je, dat was echt een kutwerk, maar ze zijn wel netjes en schoon weer. Ik ben trouwens benieuwd naar wat voor merk kwasten jullie gebruiken. Ik gebruik voornamelijk Morphe, Zoeva, steeds meer NYX en Sigma. Maar ik ben echt benieuwd wat jullie voor brushes hebben. Ja, Real Techniques is ook heel prettig. Ook heel fijn om mee te werken. Dus laat me weten wat jullie gebruiken. Ik heb ook hele goede dingen gehoord over, hoe heet ze nou? Smith? Volgens mij zijn ze Australisch of Amerikaans. Smith brushes. Maar ik vind ze nog een beetje prijzig. Maar ik hoorde zulke goede dingen over via Desi Perkins en zo. Dat ik toch denk van, zal ik ze bestellen? Or not? Dus ik denk daar nog over na. Maar ik heb zoveel kwasten. Maar ik weet niet, je technieken veranderen ook met de tijd. Dus ik heb ook het gevoel dat je eisen aan kwasten ook veranderen. En dat merk ik een beetje. Maar ik bewaar dat toch altijd. Want ik merk toch dat ik altijd denk van, oh ja, toch fijn dat ik deze bewaard. Want dan bij de ene look of zo kan je die wel weer gebruiken. Ik ben sowieso echt een hoarder. En ik heb echt problemen met spullen weggooien. I got a problem. Wie is excited dat ik meer video's ga posten? Ik wel in ieder geval. Ik kan niet wachten. Ik ben ook mijn hele kamer aan het ombouwen. Omdat ik eigenlijk meer... ik heb gewoon meer organisatieruimte nodig om mijn spullen in te stoppen. En ik heb ook gewoon een plekje nodig om die er leuk uitziet om te filmen. Want ik vind deze witte achtergrond die ik nu heb vind ik zo saai. En zo onpersoonlijk, en dat is totaal niet Coco. Maar jongens, ik ga niet filmen hoe ik alles was, want dan ben ik morgen nog steeds bezig. Dus waarschijnlijk ga ik een deel off camera wassen. Want hier word je echt depressief van. Ik was trouwens vorige week jarig. En mijn vriend heeft dus had mij verteld dat we gingen uit eten. Dus ik had mij helemaal mooi gemaakt. Toen zeiden ja, ik heb gereserveerd om 7 uur. Dat is wel oké, dan heb ik vast wel honger. Maar goed, ik kan me heus wel even inhouden. En toen zei hij de dag ervoor van nee, het is om 8 uur. Dus ik zeg tegen hem, wat zeg je nou? Je zei toch 7 uur? Toen zeiden ja, nee, ik heb het vergist. Dus ik dacht, oké, zal wel. Wie eet er een godsnaam om 8 uur? Maar oké. Wacht. Ja, ik dacht, wie eet er een godsnaam om 8 uur? En ik had al zoiets van, oké, irritant, maar goed. Dan ga ik me gewoon eerder klaarmaken en weet ik wat. En toen heb ik dus die Get Ready With Me geprobeerd te opnemen. Toen kwam die te laat. En ik had honger. En toen zei hij, ja, sorry, we moeten nog even wachten. Ik dacht, oké. Dus wij wachten. Hij begon zo zenuwachtig te doen. En ik dacht van, zou die motherfucker.
nou echt een surprise party voor mij hebben. Toen dacht ik, nee Paula, ga je niet verheugen op dingen, want dadelijk gebeurt het niet. En dan ben jij straks teleurgesteld. Weet je, jullie gaan gewoon uit eten en hij is laat. Punt. Op een gegeven moment dacht ik, oké, fuck it. Laten we maar gewoon gaan. Dus ik had zo'n kanten topje aan ook nog. Zo'n heel sexy topje. Hij zei, nee, ik kleed je om. En ik dacht echt van, waarom de fuck moet ik me omkleden? En normaal gesproken luister ik niet. Ik trek gewoon aan wat ik wil aantrekken. Maar ik had zo'n honger en ik wilde zo graag gaan. En ik dacht, laat maar, ik kleed me wel om. Dus ik heb een ander topje omgedaan. Dus toen zijn we daar naartoe gelopen. Maar die kennis van mijn vriend heeft dus hier een winkeltje in de straat. Dus wij komen binnen, is het gewoon een surprise party. Had ik toch gelijk. En ondertussen had ik allemaal al dingen door dat ik dacht van oké, dat klopt niet. Maar oké, ga je niet verheugen, weet je wel. Dus het was een surprise party en het was zo leuk. Mijn hele schoonfamilie was daar. En mijn schoonfamilie is echt de allerleukste en beste schoonfamilie die je ooit kan voorstellen. Het zijn echt superleuke mensen. Dus iedereen was daar. Een paar vriendinnen waren er. Kim Terstegen was er. Kelly van... Mijn kat. Kelly van Bij Kelsja. Janie was er van Eyelash. Dus iedereen was er gewoon. Alle vrienden van mijn vriend waren ook daar. En het zijn ook echt superleuke jongens. Dus en hun hebben ook echt het feestje gewoon echt op gang gebracht. Iedereen ging helemaal dansen. Het was echt superleuk. Als je mij op Snapchat hebt, heb je dit sowieso gezien. En het was echt gewoon superleuk. En dus blijkbaar moest ik mij dus omkleden. Omdat hij dus, weet ik veel, misschien wilde niet dat ik met volle inkijk naar zijn familie ging of zo, weet ik veel. Maar hun kennen wij, dus hun weten heus wel hoe ik mij kleed. En ik kleed me niet extreem bloot, maar ik weet niet. Hij wilde niet dat ik dat topje aandeed. Dus ik ga helemaal stuk. Als ik er achteraf aan terugdenk, denk ik echt van... Het was zo leuk. En elke keer als ik eraan denk, krijg ik echt gewoon zo'n grote smile op mijn gezicht. Het is zo lief van hem. Hij heeft er een half jaar, heeft hij al dit zitten voorbereiden. En blijkbaar wist iedereen het. En ik zeg ja, hij heeft echt een hele grote familie. Dus het feit dat ze het stil hebben gehouden is echt knap. Is echt knap. Mijn zusje wist het, mijn zwager heeft meegeholpen, mijn schoonmoeder, zijn tantes. Dus het was echt superleuk. Dus dat zal ik echt nooit meer vergeten. Ja, het was een hele speciale verjaardag. Het was echt superleuk. Dus dat was mijn surprise party in het kort. En als je mijn, als je mij op Snap hebt, heb je het misschien wel gezien. Het was echt zo leuk. Ik had echt niks verwacht. Mijn nichtje was er. Mijn nichtje stond daar. Ook zo. Dus dan heb je... Mijn nichtje is 2 jaar oud. Heel klein. Maar ze begreep nog wel, zeg maar, dat ze stil moest zijn. En het viel... Ah, ik heb een brood! En toen ik naar binnen kwam, was de spanning haar te veel. Dus je hoort haar helemaal gillen als ik binnenkom. Echt super cute. Dus dat was echt super leuk. Oké, ik weet niet of jullie het echt hebben kunnen zien, maar ik heb mijn kwasten gewassen. Ik ga mijn handen afdrogen. Ik ga mijn kwasten even neerleggen. Normaal gesproken moet je ze laten drogen op hun kop, zodat het water niet in de borstel gaat zitten. Maar ik heb nog niet zo'n toren, zeg maar, waardoor je ze op zijn kop kunt zetten. Ik weet niet wat de fuck dit is. Dat je het op hun kop kunt zetten. Dus ik leg ze nog even neer, gewoon op een handdoek. En ik laat ze gewoon even drogen. En dat zijn dan, zo maak ik mijn brushes schoon. Het is niet heel moeilijk, het is gewoon een rotkarwei. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze nieuwe video. Wash brushes with me. En laat me weten of ik dit vaker moet gaan doen. Ik denk dat ik het wel vaker ga doen. En ik vond het heel erg leuk om zo te filmen, gewoon te kletsen. En dat was het. Ik zie jullie graag volgende week weer terug bij de volgende video. En vergeet je niet te abonneren als je deze video en mijn andere video's leuk vindt. En mijn kanaal wilt supporten. Dus dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!